Waarom maak jij een foto? Waarom zijn wij hier, sukkel? Ik dacht dat dat gewoon een normaal woonhuis zou zijn. Allee, wat is dit? Wat? 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 Allee, praat normaal, man. Dat krijg je als je zo lang in het buitenland zit. 2 weken. De beste 2 weken van mijn leven. En, heb je alles? Jazeker! Touw, schep, schroevendraaier, knapsnoren. Heb jij nou een leier, hè? Overal op voorbereid zijn. Koevoet en de glasnijder. En? Dat was het. 1 taak, Danny. 1 fucking taak om die fucking bivakmutsen mee te nemen. Ik heb wel dit. De nieuwste album van Tina Turner. Herken jij die auto die daar staat? Wat? Welke auto? Die vreemde auto die daar geparkeerd staat. Nee. Ja, die gasten die flikkerden net wat uit het raam. Dat is toch juist leuk? Misschien zijn er wel recensenten. Zwaai even. Ja, dag. Kan je nou nooit doen wat ik je zeg? Je bent fucking dom. Kut, mogol. Deze hele inbraak kunnen we vergeten. Kijk. Oké, dat is handig. Oh, jullie komen voor de wijncursus. Jullie hebben de advertentie gelezen. Jazeker, we zijn grote wijnliefhebbers. Marho, Carbonata, Sova, Tempanillo. Kunnen we nu naar binnen? Oh ja, tuurlijk. Kom binnen. Nou, zoals jullie allemaal weten ben ik dus Loes Brinkman. Ik ben net afgestudeerd als sommelier en ik heb mijn beste vriendin Dileila uitgenodigd om hier gezellig bij te zijn. Maar jullie zijn ook komen langs vliegen en dat is helemaal prima, dus welkom bij deze. We beginnen deze avond met deze heerlijke Sauvignon Blanc uit 2018. Hij komt uit Australië, ja. En hij heeft een hele lekkere smaak. Hij heeft verschillende aroma's, zoals tropische vruchten. Daarnaast heeft hij een hele frisse nasmaak, erg fijn. En hij heeft ook iets langer in het vat gezeten. Want wij zeggen altijd, je wint tijd als je de tijd neemt. Nou, dus bij deze. Hij heeft een alcoholpercentage van 12,2%. Woon jij hier alleen? Ja, ik woon hier alleen, ja. Dit is voor nu even de spuugbak. Spugen na de wijn. Oh shit. Sorry. Maakt niet uit. Beginnersfoutje. Je hoort het dus niet door te slikken. Ik zou jou eens wat laten slikken. Pardon? Die Leila, rustig. Hij moet er wat zeg je allemaal? Ga naar de wijnzolder en jullie blijven lekker hier even genieten van het heerlijke wijnassortiment. Ja? Dennis, kom. Doe even rustig. Blijf van me af. Dus waar kom je vandaan? Nee. Wat doen jullie hier? We hebben heel veel goede verhalen gehoord over deze cursus. Oh ja? Ja. Jullie zijn de eerste klanten, dus dat lijkt me sterk. Maar wel de leukste toch? Waar uit België kom je eigenlijk vandaan? Ik kom uit Rotterdam. Denk je dat ik dom ben? Nee. Denk je dat ik fucking achterlijk ben? Nee. Denk je dat ik niet weet wat jullie hier komen doen? Tuurlijk niet. Hoe de fuck komt een kutbelg uit Rotterdam helemaal hierheen voor een fucking wijncursus? Hier komt alle wijn te staan. Mooi hoor. Waar is jouw fascinatie voor wijn ontstaan? Ja, mijn moeder was alcoholist. Oh, wat leuk. Pas op, spijker. Oh.
was ik er bijna op gaan staan. Wat lief. Normaal let er nooit iemand op mij of... Wat? Ja, volgens mij kan je dat echt heel goed. Jij bent echt zo'n zorgzaam en eerlijk type. Hè? Huh? Weet je wat ze in Frankrijk altijd zeggen? Dat je naakt de beste wijn proeft. Jullie kennen ons, hè? Nee. Of niet? Je bent de ex van Loes, of niet? Anders zou ik dat om me herinneren. Jullie zijn een stelletje viespeuken. Nee, absoluut niet. Danny, we gaan nu! Waar de fuck is die gast heen? De hele godverdomme toer is afgelopen, ik stop ermee! Mijn huis uit, nu! Dit ging niet zo volgens plan. Goh, denk je, hè? Godverdomme. Natuurlijk ging dat niet volgens plan. Dat was onze kutste klus ooit, man. Gelukkig is er een lichtpuntje. Hoe de fuck zie jij hier een lichtpuntje, man? Ze hebben ons nummerbord, onze namen, alles. Alles. Godverdomme. Ik heb het allereerste album van Tina Turner.